Toppers, welkom bij een nieuwe weekvlog. Als jullie niet tegen bloed kunnen, sorry voor de beelden van net. Maar ik dacht, ja, ik neem jullie gewoon mee. Amai, je wordt net wakker. En ze wordt zo vrolijk wakker. Hey, mami. Maar ik dacht, ik neem jullie wel mee. Want ik had dus verteld dat mijn voet meteen ontstoken was. En het werd maar gewoon niet beter. En dat was dus omdat waar ik die snee had, daar kwam zeg maar mijn vel, mijn huid kwam eruit, uit die snee. Waardoor het zeg maar gewoon erg bleef worden. En de ontsteking ging daardoor niet over. Dus moesten ze vandaag dat overtollige huid moesten ze eraf snijden. En jongens, het deed pijn. En het doet nog steeds pijn. Ik heb nu gewoon weer, nog steeds een open wond. Alleen kwam er nu echt veel, veel bloed uit. Dus ik moest het echt schoon houden. Goed droog houden. En een zalfje op blijven smeren. Voor vandaag ga ik er helemaal niet meer aan zitten, cause the girl's in pain. En ik heb daardoor ook bijna helemaal niet gevlogd, want ik ben meteen daarna naar huis gekomen. Terwijl ik eerst nog langs de Action wou. Want ik zag dat ze echt van die wandlampjes bij de Action nu hadden. En ik zoek het zo lang. En ik wil het niet bij Amazon kopen. Want daar is het iets van 35, 40 euro. Terwijl het nu in de Action 5 euro is. Dus. Maar goed, ik zal even kijken hoe ik dat ga doen. Morgen ga ik weer beginnen met werken, jongens. Oh my god. En nu met mijn man kapot. Kijk ik er echt niet naar uit. Maar goed, we gaan het gewoon doen. Ik ga zo meteen alvast alles klaarzetten. Want voordat ik moet werken, ga ik dus Jeremiah op school zetten. En Amaya brengen naar mijn moeder. En daarna moet ik door naar werk. Ik werk van, volgens mij 9:15 tot 6:15. So, wish me luck, you guys. Wish me luck. Wanneer jullie dit zien, ja, ik zit natuurlijk al veel te laat, maar jullie zullen wel zien of ik het heb overleefd. Na 9 maandjes thuis. Hey mami. Hey mami. Kom dan bij zitten. Zeg hallo. Hallo. Wil je opstaan? Kom. En morgen is deze grote meid ook 6 maandjes. En ik had zo'n halve taart. Met halfway to one. Had ik besteld bij een dame. En ze heeft gewoon al, sinds vorige week reageert ze gewoon niet meer op me. En ik heb al echt een maand geleden of zo de bestelling geplaatst. En ik vind het echt erg. Want nu kan ik dan niet meer de halfway to one vieren met deze meid. Terwijl ze het verdient. Want ze is echt een flinke baby. And I love her so much. Maar het maakt niet uit, weet je. Komt helemaal goed. Wanneer ze 1 wordt, wordt het een fantastisch feestje. Goed. Dus anyway, ik ga nu even alles klaarzetten voor werk. En spulletjes klaarzetten voor Amaya en Jeremiah. En dan zie ik jullie morgen. Goedemorgen. Nou, de uniform is weer aan. Dus dat betekent dat we gaan weer werken. Ik ga eerst nu Jeremiah wegbrengen. En dan richting mijn moeder. So let's go. Jongens, ik heb het overleefd trouwens. Ik ben nu alleen even in de koop om koekjes en Nutrilon voor Amaya te halen. Ik moet ook Ovariet, maar het is er niet. Dus ik moet denk ik even naar de Plus. Vervelend. Hey jongens. Laat me dit een beetje zakken, want anders kunnen jullie niet horen. Sorry als er heel veel geluid of geruis op de achtergrond is, maar ja, ik ben dus
auto. En ik ben net klaar met werken. Vandaag was echt zwaar, jongens. Vandaag was echt zwaar. Ik begon veel eerder dan gisteren. En ik moest dus ook echt veel eerder uit huis. Doordat ik Amaya eerst moest wegbrengen. Ik had echt veel te kort geslapen. Terwijl ik ging best wel op tijd naar bed. Alleen, ja, ik was gewoon moe. Toen mijn wekker ging, dacht ik echt van, oh nee, I don't want. Maar goed, ik heb echt de hele tijd lopen naar huis weer. Ik ben de hele tijd aan het gapen. Oh god, Vila. Ik ben de hele tijd aan het gapen. Cause... Nee, we gaan niet gek doen. Oké, ja. Sorry. Ja, ik ben de hele tijd aan het gapen. Ik weet ook niet wat het is. Ik heb het ook echt de hele tijd koud. Ik was letterlijk aan het bibberen daar in mijn cabine. I don't know. Ik hoop niet dat ik ziek word. Want daar heb ik echt geen tijd, nog energie voor. Maar goed, ik ga nu Amaya ophalen. En daarna ga ik Jeremiah ophalen bij mijn tante. Hij is na school daar naartoe gegaan om buiten te kunnen spelen met zijn vriendjes. Dus dat ga ik dan doen. Waardoor we niet bij mijn moeder gaan blijven. Dus ik moet even kijken wat we gaan eten vandaag. Want gisteren hadden we nog spaghetti gegeten bij mijn moeder. Dat gaat vandaag dus niet gebeuren. Want we gaan meteen naar huis. Ah, jongens, I'm so tired. Ik wou gisteren blij doen. Ik heb het overleefd. I'm tired. Maar goed, I got this, weet je. Ik was gewend dit te doen. Nu moet ik het gewoon alleen doen met twee kindjes. En I got this, gewoon. Ja. Bakkeljauw en kousenband eten, zoals jullie zagen. Het is nog niet klaar, maar zodra het klaar is, gaan we lekker eten. En daarna ga ik baden, Amaya baden. En dan gaan we lekker weer slapen, want morgen is weer een werkdag, hè? Jeremiah is al in bad geweest, dus ja. Yeah. I'm hungry, I'm very hungry. So, het is bijna klaar. En dan kunnen we eten. Goedemorgen. Het is zaterdag. Ik heb gisteren niet gevlogd. Gisteren was mijn eerste dag vrij weer na die ochtenddiensten. En ja, ik heb eigenlijk gewoon genoten van mijn vrije dag. Ik ben vandaag ook wel gewoon nog vrij hoor. Maar gisteren was echt ik was lekker aan het relaxen thuis. Een beetje proberen uit te rusten. Jullie horen Amaya op de achtergrond. Hey meid. Ja, gisteren. En ik ben ook uit eten geweest. Dat was ook super gezellig. Dus ja, ik heb gisteren wel gewoon genoten van mijn dag. En vandaag, ik moet naar een feestje, maar ik weet niet of ik nog ga, want mijn moeder vindt dat ze niet meegaat. Zo, ja. Even kijken of ik er kan overhalen, anders, ze vond dat ik met mijn zusje moest gaan, maar mijn zusje kent die persoon niet echt. Dus ik ga even kijken. En anders, ja, zal ik even kijken wat ik ga doen. Anyway, ik neem jullie gewoon mee.
Jongens, het is echt al super laat. En ik ging echt twijfelen of ik nog naar het feestje zou gaan. Maar mijn zusje gaat gewoon met me mee. Dus weet je, ik ben makkelijk me klaarmaken. En dan gaan we maar gewoon voor een paar uurtjes. Het is echt al lang begonnen. Het feestje begon 6 uur. Het is nu inmiddels 8:45. Ik ga sowieso eigenlijk nooit vroeg naar mensen hun verjaardagsfeestje. Dus ik vind het niet zo erg. Maar het is wel maar tot 1 uur. Dus we moeten niet super laat gaan. Als we ongeveer 10 uur ongeveer daar zijn. Ik zeg zomaar 10 uur, want ik weet dat ik niet 10 uur daar ga kunnen zijn. Als het nu al bijna 9 uur is en ik nog thuis ben. Maar goed, ik ga gewoon een blazer jurkje aan. En ja, gewoon mijn Gucci sneakers en zo. Ik heb geen zin om moeilijk te doen. Want mijn voet doet nog steeds pijn. Ik weet dat ik sowieso mank ga lopen. De voice zeggen tegen de vlog. En dan, ja. Zeg heen. Zeg heen, hè? Je moet op de letten. Hey. Want ik hoor er alleen maar gillen. Omdat jij alleen maar op je PlayStation aan het letten bent. Gaan we staan? Nee, ze gaat niet hier staan. Nee. Is goed. Je gaat gewoon met de blijven daar zo in de kamer. Ik blijf op, meneer. Maar ze kijken naar je zien. Zeg dada mama. Dada. Slaan er. Rennen. Ik denk dat dit wel prima is. Alleen nog een beetje concealer. Ik ben geen make-up artiest, hè, dus van mij moeten sowieso niet veel verwachten. Ik ga maar om eventjes to look decent. Zo, hoe laat is het? Oké, om 9 uur wil ik wel echt klaar zijn. Want dan moet ik nog naar Amstelveen rijden om mijn zusje te halen. En dan naar Nieuwegein. Het feestje is trouwens in Nieuwegein. I don't know why. Want ze woont niet in Nieuwegein. Maar ja, dat is geen probleem. Dit is een jongen, hè? Gisteren had ik dus mijn lippen ook zo gelijnd. En toen zei mijn broer echt tegen me: eeuw, waarom heb je lippen zo zwart gemaakt? Dus ik zei even: vind je het niet mooi? Jongens, ik vind het echt mooi. Kijk, het is nu nog niet klaar. Maar wanneer ik lipgloss zet, I like it. Dus. Maar ja, misschien was het omdat ik toen geen make-up had gezet gisteren. Beetje krokkie. Kijk wat ik doe. Ik verpest alles. Wacht, ik kom eraan. Ik heb mijn lipgloss gehad. Dit is niet de lipgloss die ik wil zetten. Maar ik kan mijn andere lipgloss niet vinden. Dus we gotta work with this one. Peace. Zeg hey. Gaan we vliegen? Eerlijk. Zo is het wel giving, die zwarte lijn. Eerlijk. Ja. Mannen begrijpen dit sowieso niet. Oké, sieraden. En then we need to go. Zo, ik ben door. Dit is mijn outfit. Die... ik kan niet praten. Blazer jurkje en Gucci sneakertjes. En dat is het. Ik sta trouwens nog steeds in de badkamer. Maar hier is de beste light erin. So that's why.
En ik ga nu weg. Natuurlijk moeten we eerst langs de KFC voor iemands kind die drinkt. Dus ja, eerste tussenstop. Hij luistert heel vaak niet naar me en toch geef ik hem te zien. Einde trajectcontrole. Nou jongens, we zijn hartstikke laat. Hey guys! We lopen nu naar die zaal. Goeiedag toppers. Het is inmiddels de laatste dag van deze week, zondag. En zal ik gewoon hier wachten? We staan hier al bij de wasstraat. Ik moet mijn auto wassen. Mag ook wel na een half jaar of langer. Tessie is er ook. Jongens, mijn auto is gewoon langer dan een half jaar niet gewassen. De laatste keer dat het gewassen werd, was ik hoogzwanger. En toen deed die guidelines voor me. Toch erg. Oeh, eentje is vrij. Ik ga meteen erin. Ik ga niet wachten. Goed. Let's clean this dirty baby. Auto schoonmaken ook meteen richting de Jumbo en de Toko geweest om een paar boodschapjes te halen. Zal ik die boodschap met jullie uitpakken? Ja. Ik heb een stuk zoutvlees gehad. Dat was bij de Toko. Pikante marinade. En uienpoeder. Bij de Jumbo hebben we kipvleugeltjes. Wat is er binnen? Baguette, croissants. Ik wil maar even wat weer uitgeven, want meneer was zo hongerig. Wafels, yum yum cookies, brood. Oh ja, hier ook water. Leverpastei, jongens. Ik heb zo lang geen leverpastei gegeten, maar ik zag het staan en toen dacht ik, hey, dit lust ik wel. Maar ja, ik had gewoon honger. En wanneer je honger hebt, ga je gekke dingen kopen. Maar ik ga het wel even. Rijstwafels, selderij, optocht toiletpapier twee keer. En die selderij heb ik omdat ik dus misschien baan ga maken, want misschien ga ik ook bruine bonen maken. Maar ik wil eigenlijk iets klaarmaken wat ik morgen kan meenemen naar werk, want morgen heb ik avonddienst. En als ik bruine bonen meeneem, dan moet ik echt twee bakjes hebben. Kijk. Goed, verder heb ik Oreo. Deze doos is opeens kleiner geworden. Nu zitten er maar 4 in en vroeger zaten er altijd 10 in. Maar ja. En het is volgens mij echt nog steeds dezelfde prijs. Dus voefoeroe van Jumbo. Maar goed, frisdrank, ja, dat ga ik gewoon allemaal niet laten, want dan wordt het een beetje too much. Dus meer om je hem zo goed. Kroesli. Melk, halfvolle melk. Olie. Kipknokkers. Bruine bonen dus. 2 van. Dus wat zal ik maken? Bruine bonen of bam? Bam. Bami. Doperwten. Nutrilon. Ja, ik weet dat ik die Nutrilon niet moet halen in de Jumbo. Maar Amaya heeft nog echt heel weinig over. Dus ik dacht, weet je, ik koop het gewoon. Dus ja. Ik moet eigenlijk gewoon ergens anders goedkoper gaan inslaan. Ja. We move. En dan heb ik barbecue.
En de rest is allemaal fris drank in de tas. Ik ga alles gauw inruimen. Even water zetten om te koken, zodat ik die spaghetti snel kan uitkoken. En dan heel gauw kan koken. Want ik heb geen zin om lang te moeten wachten op eten. Oh, ik heb geen kip buiten gezet. I feel you in my mind. I wanna dance tonight. It's in the air tonight. Yeah, yeah, yeah. Okay. Hey guys, we zijn bij de vlog. Hallo. Wat is dat? Is een nieuwe vlog? De familie. Maar ik bedenk zo jongens, het is al heel wat uren verder. Zoals jullie zagen, was verder langs gekomen met de meiden. En we hebben allemaal echt lekker gegeten. En ja, ze zijn nu ook al een paar uurtjes geleden weggegaan. Wat is dit? Het is al best laat. Oh, had ik jullie gezegd dat Amaya zelf kan staan? Like, ze is hard aan het werken. Mevrouwtje denkt niet aan kruipen. Mevrouwtje denkt aan lopen. En ik denk dat zij best wel... Rustig. Rustig, mama. Drukte maakster. Ik denk dat zij binnenkort echt gaat lopen. Hoeveel weekjes is ze vandaag? Ze is vandaag 27 weekjes oud. Ja, je bent vandaag 27 weekjes oud, mama. Maar goed, waar was ik gebleven? Ik ben het helemaal kwijt. Maar goed, we hebben lekker gegeten. Het was gewoon gezellig. De kinderen deden lekker druk. En ja, van mij mogen ze altijd gewoon druk doen. Nu ben ik even kleren aan het vouwen. Vandaar dat ik weer op de grond zit. Dan gaat het allemaal veel sneller. En kan Amaya ook lekker vrij zijn. Ben ik kleren aan het vouwen. En daarna gaan wij ons ook klaarmaken voor bed. Want het is al best laat. Dus ja... Ik hoop dat jullie van de vlog hebben genoten. Hebben jullie genoten? Dan weten jullie wat ik ga zeggen. Vergeet niet die dikke duimpjes omhoog te drukken. En ben je nog niet geabonneerd, vergeet dan niet te abonneren. En dan zie ik jullie weer in een nieuwe video. Mwah.